In EcoTour 2013 Sittard Geleen. De komende minuten kunnen genieten van de sfeerimpressie van de tijdrit Sittard Geleen. En daar gaat die dames en heren. We zijn gestart met de individuele tijdrit in Sittard Geleen op de vijfde dag van de EcoTour. Ladies and gentlemen, de start, dames en heren, van Even Hatten voor de ploeg Astana. Well, ook hij is gestart. Voor ons staat Bert van Soes, voorzitter van Stichting Wielerpromotie Sittard Geleen. Ik denk een trots man. Oh, nog niet. Hè. We moeten nog 2 uur koersen en dan, als alles goed is gegaan, dan ben ik trots. Dus we moeten niet de avondprijzen, of de hemel, de dagprijzen voor het avond is, zeggen ze dan. Hè. Wat wij ons afvroegen, hoeveel uren werk, of hoeveel weken, maanden werk heeft u hierin moeten steken om dit evenement naar Sittard Geleen te halen? Ja, om het hier naartoe te halen, dat is eigenlijk het minste werk. Dit is de 12e keer, zoals je weet, dat we een aankomst en een vertrek hebben. Dus contacten met de organisatie die zijn formidabel goed. Ze hebben ons nu alweer gevraagd om de komende 3 jaar ook een aankomst te organiseren. Dus dat is het werk niet. Het werk zit vooral in het bijeenkrijgen van de centen en het hele logistieke gebeuren. Oké, en dan de laatste vraag. Wie zou volgens u vandaag hier in Sittard Geleen met de eer moeten gaan strijken? Ja, ik ben een relatief chauvinistische Limburger, dus ik hoop heel erg dat Tommy Dumoulin gaat winnen. Voor ons staat Ruud Geut, de verantwoordelijk wethouder voor alles wat met sport te maken heeft. Ja, sport, ik denk vandaag. Vooral in EcoTour natuurlijk. Daar hebben we lang naar uitgekeken. Omdat het inmiddels overigens een vertrouwd gegeven is in de agenda van Sittard Geleen als het om sport gaat. Al 11 jaar op rij in EcoTour in Sittard Geleen. Ja, dat is geweldig. Ik zie ook, er is een goede mix tussen de supporters, maar ook tussen de VIP's en het netwerk en het zaken doen binnen deze gemeente. Ziet u al weer dingen ontstaan die dadelijk voor sportstad Sittard Geleen zeer belangrijk zijn? Ja, het is altijd enorm belangrijk dat allerlei partijen die iets met sport hebben, elkaar kunnen ontmoeten. En zo'n topevenement als vandaag is daar een uitstekende gelegenheid voor. Bedrijven die inderdaad zeggen van, nou, wij willen wel maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij willen onze maatschappelijke betrokkenheid wel laten zien. En dus bijvoorbeeld in het kader van sponsoring onze relaties als het ware verteren op een mooie dag. Maar vooral ook een evenement mogelijk maken waarvan veel meer mensen ook kunnen genieten. Want die hoeven geen entree te betalen en die krijgen in hun stad een event als dit. Nou, dat maakt dat ook de bijdrage van de overheid natuurlijk lager kan zijn. Want de overheid is er niet op de eerste plaats om evenementen te financieren. Alleen zien we ook dat het zonder overheidssteun ook niet kan. Dus allerlei partijen treffen elkaar hier, maken het mede mogelijk dat een geweldig sportspektakel, wat denk ik toch inderdaad niet alleen nationaal, maar internationale uitstraling heeft, in deze stad ieder jaar opnieuw zijn opwachting maakt en zich laat zien. Ja, dat zien we ook. De straten staan goed vol. Ook op de windraak schijnt het een drukte van je welste te zijn. De laatste vraag en tevens de meest belangrijke vraag. Wie moet er winnen vandaag? Nou, dat maakt mij als sportwethouder echt helemaal niks uit. Bradley Wiggins stond een tijd lang aan kop, maar hij is inmiddels door 2 renners gepasseerd. En het kan best zijn dat er dadelijk nog iemand anders. In sport hoort altijd de beste te winnen. En natuurlijk, je bent van iemand fan en je denkt van als hij of zij nou eens vandaag de prestatie neerzet. Maar in het wielerwereldje heb ik overigens geen absolute favoriet voor deze tijdrit. Het is een heel bijzondere discipline. Je ziet mensen door het ijs zakken. Je ziet ook mensen meerijden die denken van ja, als ik de finish haal is het goed. En je hebt specialisten. En tussen die specialisten zal het wel uitgevochten worden.